Welkom bij de KNTB podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met Nederlandse topspelers en specialisten. We bespreken relevante tennisonderwerpen en interviewen spelers over het vak proftennis en hun achtergronden en drijfveren. Veel luisterplezier. Leuk dat je luistert of kijkt naar de KNTB podcast. Mijn naam is Stefan Kok en ik mag de host zijn in deze podcast over tennis en alles wat daarbij komt kijken. Vandaag ga ik in gesprek met de tennissen van het jaar 2021. Bij de US Open toonde hij zich aan de wereld door de kwartfinale te bereiken. en was hij de enige speler die een set wist af te snoepen van latere winnaar, Daniel Medvedev. In het buitenland kunnen ze zijn naam niet uitspreken, maar dat moet mij met mijn harde G wel lukken. Tegenover mij zit Botik van der Zandschulp. Ja, je naam is in het wel een dingetje in het buitenland, hè? Ja, het is niet even makkelijk voor, voor iedereen om het uit te spreken. Eerst begon het eigenlijk met de scheidsrechters die altijd vroegen van, uh, hoe moet ik nou je naam uitspreken? Blijf ik nog steeds, uh, die vraag komt nog steeds binnen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoor het niet eens meer als ze mijn naam uitspreken. Ik luister er niet eens meer naar. En uh, <laughs> ja, ik geloof het wel hoe ze hem uitspreken. Ja, nou ja, ik heet Stefan Kok en dat is in het Engels ook niet altijd even prettig. Nee, snap ik. <laughs> Hey, we zitten hier in het uh, kntb pand en ja Tom Okker-kamer. Uh, heb je iets met geschiedenis van tennis? Vind je dat mooi om te zien? Uh, ja, ik vind het leuk om te zien. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb Tom Okker nooit echt zien, uh, zien spelen of ook nooit echt beelden van, uh, beelden van gezien. Uh, dat is net iets te ver voor uh, mijn mm -hmm. ja, me, memory en... Maar ja, het is zeker, ik denk misschien wel een van de beste Nederlandse tennissen die we ooit gehad hebben. Ja, ja, ja absoluut. Ja, de Flying Dutchman. Um, Wil je eigenlijk altijd al proftennissen worden? Of wilde je eerder brandnieuw of dierenarts worden? Hoe was dat als kleine boot Nou, ik begon eigenlijk redelijk vroeg met tennis. Toen ik ongeveer drie of vier was, werd ik vaak naar de tennis waarmee gesleept door mijn moeder die tenniste en mijn broer tenniste ook. Dus in het weekend was het vaak dat we op de tennisbaan zaten met competitie en door de week dat mijn broer aan het trainen was. Dus uh, ja, het is soort van met de paplepel ingegoten. En heeft jouw broer, hoeveel ouder is hij? Mijn broer is drie jaar ouder. Heeft hij net zoveel talent als jij gehad? Um, ja, mijn broer zat ook bij de KNTB en toen hij, volgens mij, hoe werkte dat systeem ook alweer? Volgens mij je districts trainingen bedoel je? Districts en toen mocht je naar instroom A en B ja. had je. En toen mocht hij naar het laatste jaar, volgens mij. En toen uh, zei hij van, ik heb er geen zin meer in. En uh, ik stop met tennis, ik ga een andere sport doen. Maar eigenlijk heeft hij met alles wat hij doet met sport, heeft hij wel aanleg voor. Dus uh, ja, ik was okay. wel benieuwd eigenlijk, hoe ver hij uh, had kunnen komen. En je moeder, je tennisde dus ook al, ook fanatiek? Of... <tie> ja, mijn moeder, was, mijn moeder was, een, uh, ja, was een drietje in de... In de ja, ze dubbelde vaak alleen. Okay. Een drietje in de dubbel. En je vader, hoe... Zit hij kom je echt uit een topsportfamilie of een sportfamilie? Nee, dat valt nee. Nee, mijn vader eigenlijk uh, niet. Die werkte alleen maar, of ja, nog steeds. En uh, ja, die deed niet echt aan, uh, aan sport. Dat was meer bij mijn moeder en uh, en mijn broer. De kant oké. Okay, en heb je nog andere sporten gedaan naast het tennis, of was het eigenlijk al vanaf nou, je zegt drie, vier jaar oud, alleen maar tennis? Tennis, tennis. Ik heb vroeger nog uh, atletiek gedaan ook. Oké, okay, en had je daar ook nog specialisatie in? Goed, goed bal gooien en uh, sprinten was ik op zich goed in. Oké, okay, is het 100 meter. 100 meter uh, op die leeftijd liep ik hem misschien wel redelijk snel. <laughs> nu, nu zal het niks voorstellen hoor, maar uh, ja, op die leeftijd denk ik dat ik hem best goed liep. En uh, nou, je had het even over een gezin: je moeder tennis, je broer tenniste. goed. Hoe ziet je gezinssituatie uit? Heb je nog meer broers, zussen? Nee, één broer. Één broer eigenlijk en, uh, en opgegroeid dat is in Veenendaal. Opgegroeid in Veenendaal. Dus uh, nog steeds woon ik in Veenendaal. Oké. Okay. En zijn hebben een hele hechte familie. Hoe kun je, je zo daarover vertellen? Um, ja, mijn broer woont met zijn vriendin samen eigenlijk. Uh, die hebben ook een, een kleine. Uh, die is twee, twee jaar en drie maanden ongeveer. Um, ja, die wonen vijf minuutjes bij ons vandaan. Dus het is wel... Uh, mijn moeder is af en toe aan het oppassen. En uh, ja, mijn vader nog veel aan het werk. En... Ja, we proberen wel af en toe bij elkaar te komen, maar dat is niet altijd uh, altijd even makkelijk omdat niet iedereen aanwezig is. En daar bedoel ik vooral mezelf mee. <laughs> ja, je gaat er de hele wereld over tegenwoordig. Ja. En Veenendaal, heb je daar nog, heb je daar iets mee? Is dat iets specialer? Ja, ja, vrienden van me komen uit Veenendaal eigenlijk, uh, nog steeds van vroeger ook. Dus. Uh, ja, dat heb ik er eigenlijk mee. En uh, ja, dat ik er ben opgegroeid en altijd heb gewoond, dat is eigenlijk wat ik met Venendaal. heb. Zie jullie daar ook altijd blijven wonen? Nee, dat niet. Dat moet, ik, moet ik zeggen, omdat ik mijn vriendin anders boos maak. Maar <laughs> uh, nee, ik zie mezelf al een keer verhuizen uit Veenendaal. Um, omdat het denk ik ook al een keer ja, mooi is als je als je ergens anders gaat wonen en ergens anders wat op gaat bouwen. Ik heb even gekeken toen ik uit ja, voorbereiding voor dit gesprek en Wikipedia bekende Venendalers. Je stond er nog niet bij. Ik stond er nog niet bij. Ik heb geen idee wie wel de bekende Veendalers zijn dan. Een paar DJ's. DJ Sean, zag ik. Ja, we hebben Nicky Nick, Romero. Nicky Romero woont in Veendal. Uh, volgens mij hebben we nog een andere DJ. Ja, hardstyle hier. DJ's, maar die kende ik niet. Ja. Is wel uh, opvallend, veel DJ's trouwens. Veel DJ's in Veendal, ja. En uh, ja, we hebben volgens mij een goede triathlon. En, en Gerard Reven komt er van aan En wielrenner. Um, ja. Ik ben zijn naam nou even vergeten. Uh, goede wielrenner. Ja, laatst iets. Klopt, ja, ja. Ik weet het ook niet. We gaan het opzoeken. Dillen van oh, ja. Ja. ja, Die ja. komt ook uit Venendaal. Dus uh, nou, op zich uh, voor Veenendaal, uh, Veenendaal is het een... ja, best oké okay, eigenlijk. <laughs> ja, maar goed, we moeten jou nog even bij die Wikipedia toevoegen. Want inmiddels ben je wel een bekende Nederlander geworden. Um, ja, misschien in het tenniscircuit wel. Ik denk dat het daar buiten nog wel, uh, nog wel mee valt, denk ik. Nou, ik denk dat je je vergist. <laughs> maar goed. Ik heb geen idee, ja. <laughs> Hé, hey, je was drie, vier dat je naar de tennisclub uh, werd meegenomen. Wat is je allereerste tennisherinnering? Allereerste tennisherinnering is dat ik... Uh, ja, vroeger deden we dan een soort drill, ja. Toen je klein was wilde ik natuurlijk die bal over het net slaan. En ik dacht dat het net heel hoog was, dus ik sloeg alles via, via het dak eigenlijk. Dus <laughs> ik sloeg gewoon heel veel ballen tegen het dak aan. Oké. Okay. En het uh, ja, had een van mijn vroegere tennistrainers ook gezegd van... Uh, ja, misschien kan je beter op een andere sport gaan dan tennis. <laughs> <laughs> uh, ja, dat is uiteindelijk wel iets, uh, iets veranderd, gelukkig. Uh, maar dat is eigenlijk de eerste herinnering dat ik uh, nee, dat ja. ik heb van tennis. En tennis je vroeg ook veel op straat, of was het echt meteen al het club gebeuren? Nee, eigenlijk gelijk op de club op de tennisbaan, of toen met mijn moeder een balletje slaan of met mijn broer. Dus het was niet echt, uh, niet echt op straat. En maar, uh, nou ja, welke club is het? Waar ben je opgegroeid? TV Spitsbergen ben ik opgegroeid. En dat is kunstgras uh, volgens mij. Dat is kunstgras, ja. Zien we dat nog in je spel terug, dat je opgevoed bent op kunstgras? Ja, ik weet niet echt wat voor spel je hebt. Als je op kunstgras uh, misschien een goede slice hebt, denk ik. Of, ja, je uh, moest eerder al vandaag filmpje van de week een filmpje overnemen over je slicebackend. Slice dus dus slice -backen. zei je al van, nou. <laughs> nee, ik denk dat dat misschien uh, ja, toch wat handigheid, denk ik ook. Omdat die bal toch wat vaker schiet wat meer door, blijft wat lager. Dus misschien wat handigheid dat je dat uit het kunstgras haalt. Um, maar voor de rest, niet, uh, niet heel veel, denk ik. En wat is dat voor vereniging TV Spitsbergen? Ja, best een, uh, best een grote vereniging. Ze hebben best wel uitgebreid. Want uh, ze hadden een hele nieuwe wijk gebouwd in Veenendaal. Toen hebben ze daar eigenlijk uh, nog een aantal extra tennisbanen neergelegd. Volgens mij hebben ze inmiddels al 14 tennisbanen, en uh, vier of zes padelbanen ook. En ze willen ook nog gravel gaan maken. Dus dan hebben ze zometeen meteen als gravel en, uh, en mm -hmm. padel. Dus uh, ja, best wel een grote vereniging op zich. En, en hoe lang ben je daar zeg maar, in je ontwikkeling gebleven? Werd je al snel opgepikt als talent en ben je ergens anders heen gegaan? Of ben je lang daar gebleven? Ik ben eigenlijk best wel snel naar Barneveld gegaan. Trainde ik bij de Tennis Academy van Ron Timmermans. Mm -hmm. Heb ik toen daar eigenlijk getraind, uh, op Barneveld. En toen van Barneveld ben ik denk ik rond mijn tiende naar Alta gegaan. Tiende, elfde naar Amersfoort. Mm -hmm. En toen van daaruit ben ik naar Renkum gegaan. Want mm -hmm. daar zat onze, onze loodsituatie. Dus ik zat in Arnhem op school en ik ging in Renkum trainen. En toen heb ik denk ik vier jaar bij de, bij de lood gezeten. En toen ben ik daarna naar Apeldoorn gegaan heb ik daar getraind. En ik denk toen ik 19 was, ging ik naar het Amsterpark toe. Dat is behoorlijk wat omsmermen. Ja, dus uh, redelijk ja, eigenlijk uh, wel op veel plekken getraind in Nederland. Ja. Dat is gewoon toevalligheid of kan je niet goed snel ergens gedijen en zeggen uh, ik ga weer verder kijken? Nee, ik denk toevalligheid. Uh, ik heb toch altijd wel een aantal jaar bij... Bijvoorbeeld toen ik bij Ron Timmermans trainen toen kon ik kiezen tussen de lood of uh, bij de, bij de tennisschool blijven. Dus het was meer een keuze eigenlijk die, je, die ik moest maken. En toen heb ik gekozen om bij de lood te zitten. En dat heeft vier jaar geduurd. En dan houdt het op een gegeven moment op. Uh -huh. En dan moet je eigenlijk weer verder kijken. Uh -huh. Dus het is meer uit die situaties uh, voortgekomen. En welke opleiding deed je in Arnhem? Uh, VWO, dat weet ik. Oké, okay, die heb je dan afgerond. En dan, en dan was het moment van, wat ga ik doen? Ja. Naar je VWO? Ja. Toen, uh, toen heb ik nog... Dat ben ik helemaal vergeten alweer. Toen heb ik nog een aantal... Heb ik nog een jaartje in Doorn getraind uh, bij Cherk. Mm -hmm. um, ja en toen van dat zat tussen Apeldoorn en, en uh, Amsterpark in, toen ben ik daarna naar Amsterpark gegaan vanuit Doorn. En toen, toen je klaar was met je VWO, toen moest je een beslissing maken van ja, ga ik fulltime tennissen of ga ik een vervolgopleiding doen. Ja. Was dat een moeilijke keuze? Misschien de eerste, eerste twee jaar niet, omdat je dan jezelf ook de tijd wil geven om. Uh, om eigenlijk ja, aan je tenniscarrière te beginnen. Maar na afloop ga je wel. Als het dan niet zo gaat hoe jij wilt in de eerste twee jaar, dan ga je toch wel denken: van... Kan ik misschien niet beter een opleiding gaan doen? Of ja, je hebt ook je VWO, dus je kan gewoon nog steeds, je kan nog steeds studeren. Uh -huh. um, en ja, dat heeft, best wel, uh, heeft zich best wel bij me afgespeeld, eigenlijk in die tijd. En wat ging er dan niet zoals je wilde in de eerste twee jaar van je um, profcarrière? Ik moet zeggen dat ik. Ik had het eerste jaar dat ik wilde beginnen, had ik een infectie. Dus daar was ik een tijdje door uit. Uh, door, ja, uit de relatie. En toen ben ik daarna heb ik heel lang getraind eigenlijk bij Amsterdam, maar niet echt veel wedstrijden gespeeld. Toen heb ik heel veel NRT's gespeeld in het begin. En toen ben ik eigenlijk in een later stadium ben ik uh, Futures gaan spelen. En ja, het is toch lastig als je niet je. Weet je wat je erin stopt qua arbeid, dat je dat, dat niet echt terug ziet komen in stijging op de ranking. En ik denk dat dat, het, dat, dat wel frustrerend kan zijn als je, uh, als je aan deze sport doet. Dus in die twee jaar toen is eigenlijk een hele belangrijke periode geweest in je loopbaan. Dat je doorgezet hebt? Ja, dat ik doorgezet heb. En eigenlijk het jaar dat ik toen met futures begon te spelen, toen ging het eigenlijk. Ik begon in Nederland en ik ging volgens mij van 11, 1200 naar. Naar 400. Mm. En dat is het jaar inderdaad 2016. Um, ja, toen ging je naar 400, jaar erop. Ja, ging ik naar 300, was toen mijn hoogste positie dat ik had gehaald. En toen kreeg ik een slijmbeurs in mijn schouder, een tijdje mee gezeten. En ja, dat duurde toen ook weer. Uh, heeft toen ook weer een half jaar geduurd. En voordat ik daar weer echt bovenop kwam, was, uh, was ik weer een jaar verder. Ja. En toen kwam ik begin van 2019. Stond ik 500 en toen is het eigenlijk alleen maar, uh, ja, is het alleen maar de goede richting ja, <laughs> ja. gestegen. Ja, dan komen we natuurlijk straks uh, ook nog even op je geweldige 20-21 uh, jaar. Um, wanneer begon je tennis te zien als werk? In plaats van ja, hobby, of als je begint als kind, leuk. Ik denk dat ik dat rond 2019 meer ben. Ben gaan zien, denk ik. Dat is pas onlangs eigenlijk. Is pas onlangs, ja. Oké. Okay. Um, ik wil niet zeggen dat je het alleen maar ziet als werk, natuurlijk. Het is geweldig dat je van je hobby, hobby, ja. je dagelijkse leven, dat je dat, dat, je dat daarmee kan invullen. En, mm -hmm. Ja, niet elke dag is leuk. Dat heeft, ik denk, iedereen die. die, die werkt. werkt. Die <laughs> heeft hetzelfde. Um, maar ja, het is natuurlijk wel geweldig dat je dat je hiervan je beroep en je werk kan maken. Maar je zegt dat het is dus 2019, toen was je 24. Wat, ik ja, bedoel, toen ja, drie, begon ja, het 23. pas te klikken dat je het echt ziet als werk. Wat, ja, drie, een... 23, 24, ja. ja. Ja, daarvoor was ik eigenlijk alleen maar bezig met... Um, tuurlijk, je bent er elke dag mee bezig, maar het was... Ja, wat ik, wat ik zeg, ik was misschien meer... Je ging ook veel reizen en je speelde veel toernooien, maar het voelde niet aan als werk omdat het toen nog. was het misschien allemaal nieuw, denk ik. Mm. En tuurlijk, nu kom je ook in. je gaat van de futures naar de, de challengers. van de challengers naar de ATP. Dus het is ook allemaal. Um, het voelt ook allemaal als nieuw. Maar het is wel. je levensstijl wordt er wel gewoon op aangepast. En dat had ik in het begin. zag ik dat misschien meer als een soort. Um, misschien als meer als een soort hobby. of je zag het meer als een. Ja, dat je het wel mooi vond dat je zo vaak weg was en overal kwam. Mm -hmm. En later begon je het meer te zien als van ja, weet je, we moeten weer uh, daar naartoe of moeten weer daar naartoe. Dus begon je het iets zakelijker, uh, zakelijker te zien, denk ik. Ja, ik bedoel het ook helemaal niet negatief, zeg maar, dat je het ziet als werk. Uh, het is heel mooi omdat wat je daarvoor ook zeg. Maar heb je dan niet misschien spijt of moet je het zeggen, als je het terug oh shit, had ik het maar eerder gezien als werk? Dat je daar dan misschien die, ja, die doorbraak is uitgebleven. Ja, ja, misschien aan de ene kant, uh, ene kant wel. En ja, weet je, ik probeer niet te uh, veel daarop ja, terug te kijken. En ik ben blij dat ik nu sta waar ik sta. En uh, ja, ik denk dat me dat misschien ook al. Het klinkt misschien gek, maar dat me dat misschien ook al heeft geholpen gedurende, uh, gedurende mijn carrière. Ik denk dat ik vaak en. Ik heb het vaak alleen moeten doen. Ik reisde nooit met een trainer. Ik reisde vaak met andere spelers. Ja, dus je wordt wel een beetje op jezelf aangewezen ook. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat ik dat in het begin van mijn carrière... dat, dat je dat vaak hebt gehad. En heb je vaak ook teleurstellingen gehad. En ik denk dat ik misschien die teleurstellingen ook nodig had... om, om daarvan een betere, betere tennisser te worden. Misschien ook een, een beter persoon van te worden. En wat is het moeilijke aan je werk... Ja, je krijgt elke week bijna met een teleurstelling te maken. Uh, weet je, er is altijd maar één iemand die toernooi wint. Uh -huh. minimaal 31 uh, verliezers. Ja, minimaal 31 verliezers. En uh, ja, weet je, ook al hou je de finale, je baalt toch dat je... In ieder geval, zo kijk ik ernaar, je baalt van de wedstrijd die je verliest. Uh -huh. En ja, dat is voor mij geldt op elk podium zo. En het maakt niet uit. Het is bij mij heel erg dat, dat het dan tijd nodig heeft om te... Dat ik kan zien van hoe goed het eigenlijk is wat ik dat toernooi bereikt heb. Maar ja, je kijkt altijd maar naar, naar één ding en dat is wat je, uh, dat is wat je minder doet, of, te, of, of wat het ja. minder is gegaan. Heb je daar in het begin mee gestruggeld met omgaan met verlies en kan je dat kan je dat leren? Of hoe? Of ja, je perspectief, hoe zie je dat? Ja, ik had misschien in het begin dat het te lang doorwerkt als ik verloren had. Uh, ja, ik denk. Misschien verloor ik ook niet altijd op de juiste manier. Met de juiste manier bedoel ik dat je, nou, je strijdend ten onder bent gegaan oh. en dat je er alles aan gedaan hebt. Um, en ja, ik kan je vertellen, dat maakt het alleen maar nog frustrerender als je dat niet, uh, niet hebt gedaan. En ja, dat overkomt je een aantal keer en dan op een gegeven moment zeg je van uh, ja, weet je, zo is het genoeg geweest. Dit wil ik niet meer. Nou, ja. en, en wees je jezelf daarop of was daar iemand. Want je reist daar toen alleen, zei je veel. Of wees iemand je erop van. Gemiste kans of doordat je mentaliteit of zo liet je het afweten. Ja, of je... ja, je hoorde het altijd wel van trainers van dat het vaak mentaal was het een mm. uh, ja, had ik een struikelblok. En... Maar ja, op, op die toernooien ben je dan wel op jezelf aangewezen. Dus dan moet je ook wel zelf eerlijk naar jezelf ja, kunnen zijn. En, en, en dat je zegt van ja, wat je nu weer hebt gedaan, dat kan gewoon niet meer. Mm. Dat moet ik hier ophouden. En ja, je kan ook. Allemaal excuses gaan verzinnen waarom het dan zo gelopen is. Maar ja, uiteindelijk heeft dat helemaal, helemaal geen zin. Je hebt alleen jezelf ermee natuurlijk. Je hebt alleen jezelf ermee, ja. En is verliezen dan meer intens dan winnen? Ik denk dat verliezen langer doordreunt dan, dan winnen, denk ik. Uh, als je een toernooi wint... Kijk, je kan bijvoorbeeld op zondag een toernooi winnen... en je moet op dinsdag een nieuw toernooi spelen. En dan verlies je bijvoorbeeld de eerste ronde... Uh -huh. En het enige waar ik dan aan denk is dat ik de eerste ronde verloren heb. En dan ben ik het hele toernooi weer al vergeten. Um, en dan kijk je naar afloop als je dan bijvoorbeeld een rustperiode hebt of, je, of een trainingsperiode, dan kijk je dan kijk je daar wel op een goed gevoel naar terug dat je toch een toernooi hebt gewonnen. Maar ja, het is, uh, ja, het is wat ik net zei. Je kijkt alleen naar de in ieder geval dat heb ik, ik kijk naar de dingen die beter kunnen. Nou ja, Je zegt wel eens: je wint of je leert. Die, ja. die vliespartijen maak je natuurlijk ook dat je denkt: hey, waar moet ik veranderen? Wat kan ik beter doen? Wat heb ik niet zo goed gedaan? Zeker. Daar leer je dan weer heel veel van. Zeker. Ja. Mensen kennen je nu vooral van de wedstrijdbaan. Ben je naast de baan hetzelfde of ben je dan anders? Of, hoe zou je jezelf omschrijven? Nou, dan is de eerste vraag aan mij: uh, Hoe zou jij me omschrijven als ik op de baan sta dan? Um, rustig. Qua uiterlijk rustig. Mm -hmm. um, wel dat soms een beetje negatief. Uh, soms een beetje cynisch naar jezelf toe. Maar wel willen vechten. Dat blijkt ook uit, uit de uitslagen die je hebt. slow starter. En <laughs> goed finish. Ja. Klopt dat een beetje? Ja, ik ben naast de baan best wel rustig. Maar vooral als ik. Nou, als ik mensen wat langer ken, wat meer vertrouw, dan word ik wel opener en, en dan gaat het allemaal wat meer vanzelf. Uh, maar het is niet dat ik. Als ik in een groep kom of naast de baan, dat het dan allemaal dat ik het popio wil zijn mm -hmm. of dat ik uh, dan, nee, dan blijf ik ook eigenlijk best wel rustig. En, ja en eigenlijk mezelf. Uh, maar het is inderdaad, als ik mensen beter leer kennen, meer begin te vertrouwen dan ja, dan open ik mezelf wel. Uh, dus ja, je kan het wel een beetje met elkaar vergelijken. Maar is, het, is het daarom misschien ook lastig om op een cent kort te staan? Iedereen kijkt naar je en dan heb je je pet op. Uh, misschien bewust van ik wil me een beetje schuilen uh, achter mijn petje of zo? Nee, dat is het niet. Dat ik me schuil achter mijn pet, want nee. ik heb het gewoon echt in. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik buiten speel en de zon schijnt, heb ik het echt warm. Uh, nee, maar ik moet zeggen dat ik. Ik denk dat ik op de centercourt en op de grote banen best wel goed speel eigenlijk. Um, ik moet zeggen, het motiveert mij wel om voor meerdere mensen te spelen. Dan, dan dat je op een achter achterafbaan staat te spelen. Ja. Um, dus dan is het juist niet dat ik me wil verschuilen of iets. En dan wil ik gewoon laten zien hoe, ja, mm -hmm. hoe ik kan tennissen. En ja, ik denk dat me dat de afgelopen keren wel goed gelukt is. Uh, dat zou ik zeker niet bestrijden. Ja. Maar als jij in een uh, kamer binnenkomt waar een feestje is, dan hoef je niet meteen uh, sport nee, nee, te hebben. Dan, nee, dan is het heel, uh, is het heel anders inderdaad. Uh, ja, dus um, als tenners en als mens zitten daar toch wel verschillen in dan? Ja, daar zit dan wel, wel inderdaad een verschil, binnen, uh, verschil in. Uh, ik wil graag op een baan staan waar, waar meerdere mensen kijken. En... Heb je dat altijd al gehad, ook als jeugd? Uh, nou, niet, niet per se de drang om, om, om voor veel mensen te spelen. Maar ik denk toch, als het dan een keer zo uitkwam... dat ik altijd wel goed presteerde onder die, onder die druk. Ja, Kiki Bertha speelde het liefst baan uh, 24 achterin. Ook al in, als kind zijn in plaats van het centenkoord. Ja, nee, dat is voor mij wel meer andersom, ja. Ik word extra gemotiveerd als er, als er mensen kijken, eigenlijk. Ja, nou ja... Dan gaan we naar de US Open over mensen kijken. Het grootste tennisteater ter wereld. Ja, jij presteert natuurlijk op best. Is er veel veranderd na de US Open voor jou? Ja, ik denk dat, dat er meer, meer aanvragen komen voor, voor media en, en dingetjes zoals, hmm. uh, zoals deze. <laughs> en, uh, nee, ja, je krijgt meer aandacht van mensen. En het is ook op de Tour, ze beginnen je wat meer te kennen. Um, weet je, je, hebt wat meer conversaties eigenlijk met mensen en... Ja, dat is eigenlijk wat de, wat de positief van is. Maar ik denk ook, ja, gigantische sprong gemaakt natuurlijk in je carrière. Je kan nu de toernooi uitkiezen. Uh, het leven is makkelijker geworden misschien? Ja, je zat vroeger wel met de challenges, zat je wel vaak over je schema in. En dat je dacht van, oké, okay, ik ga dit, dit en dit spelen. En dan drie toernooi daar en drie toernooi daar. En nu wordt zo goed als je schema gemaakt eigenlijk voor, voor het jaar. Mm -hmm. En Hoe bedoel je dat? Het wordt gemaakt voor je. Ja, er zijn een paar mandatory toernooien die je moet spelen, zoals de Masters 1000. En daar wil je dan toch je punten halen, omdat mm -hmm. die verplicht zijn om te spelen. Um, dan heb je nog 500 die je natuurlijk graag wil spelen. En dan zou je de keuzes moeten gaan maken of dat je 2,50 schat, of dat je welke 2,50 je speelt. Uh, en of je nog een keer challenges wil gaan spelen. En dat laatste, dat lijkt me niet. Uh, Een ranking van 57? Nee, op dit moment, op dit moment niet. Uh, ja, ik heb eigenlijk besloten met Peter van. Weet je, je wilt op het ATP-niveau. Wil, wil je het hele jaar acteren? Uh, dus dan wil je ook die toernooien spelen eigenlijk. Dus zeg maar de vier slams. Die gaan natuurlijk als eerste in de agenda. Dan plan je dan die Masters 1000 eromheen. En dan die 500, zo kijk je naar je schema. Uh, ja, bijvoorbeeld het schema voor. voor ja, het eerste, eerste kwart is eigenlijk, uh, kwartaal is eigenlijk gemaakt. Uh, ja, dat was niet zo heel, uh, heel heel lastig. Nog even terug naar de US Open. Was dat echt de vorm van je leven? Of viel het gewoon samen? En dit is niet ja, wel heel speciaal wat er gebeurd is, maar je level, zeg maar, dat kan je nog een paar keer aantikken. Ja, ik denk dat gewoon alles samen viel. Um, ik had ook niet het gevoel dat ik daar. Um, nou, dat ik mensen ook gewoon dat ik mensen wegsloeg, of dat ik eigenlijk alles of niet speelde. Of dat het, ja, dat, dat het maar inviel, zeg maar. Um, zoals tegen Zwartsman heb ik hem denk ik ook ontregeld en, en lange rallies tegen gespeeld en tegen Ruud ook. Mm -hmm. um, en ja, tuurlijk, daar ben je enigszins denk je wel van ja, weet je, is dit eenmalig of haal je dit niveau één keer? Dat denk je achteraf. Um, en daarom was ik extra blij dat ik bijvoorbeeld in Sint-Petersburg ook weer goede overwinningen had. Dus daarmee gaf je een soort van antwoord naar jezelf op die vraag? Ja, misschien niet alleen naar mezelf, maar ja, het was wel heel belangrijk voor mezelf. Dat ik daar ook kon laten zien dat het niet eenmalig was. Want kun je beter spelen dan wat je daar speelde? In uh, New York? Ja, zeker. Je kan zeker beter spelen. Je kan misschien nog iets agressiever spelen in je eigen games. Uh, kan misschien nog beter serveren. Uh, ik moet zeggen, je gaat na acht wedstrijden ook al een beetje fysiek voelen. Uh, dus ja, dan weet je bijvoorbeeld volgend jaar hoef je geen kwalificatie te spelen. Dus ben ik benieuwd hoe het, hoe het dan is. En hoe je dan zeg maar fysiek verder in zo'n toernooi komt. Mm -hmm. Zoals voor nu had ik natuurlijk. Ja, het was voor mij de eerste keer dat ik zoveel wedstrijden. Uh, en zoveel uren op de baan had gestaan in, uh, in korte tijd. Um, en ja, ik ben benieuwd als dat een tweede of een derde keer gebeurt, hoe je er dan mee, mee omgaat. En voelde je zeg maar, het aankomen dat je het goed ging doen, dat toernooi? Was je in vorm? Voelde je lekker? dat was de eerste keer in New York, had ik begrepen, dat je überhaupt daar was. De eerste keer in Amerika zelfs. Ja, ja. Nou, dat doet dat een beetje kennelijk. Ja, doet dat een beetje. <laughs> maar voelde je het, of kwam het voor jou ook wel als een verrassing? Nou, ik had eigenlijk vijf challenges op rij gespeeld. Ik had misschien iets te veel gespeeld. Uh, ja, speelde ik veel wedstrijden eigenlijk in die periode. Ik had denk ik in vijf weken misschien dertig wedstrijden gespeeld. Of uh, iets minder. Mm -hmm. Ja, dus best wel een aantal, uh, aantal potten in de benen. En, uh, ik, ik ging best wel vermoeid naar Amerika toe. Ik was, op, ik was op zondag klaar en toen vloog ik op woensdag. Toen had ik twee dagen rust en ik, en ik vloog op woensdag naar Amerika toe. En... Ja, ging je daar naartoe, toch vermoeid? En ja, weet je, heb je daar wel een week om, om aan te passen, om te acclimatiseren en ook soort van bij te komen? Um, en ja, quali was het ook een beetje uh, ja, overleven eigenlijk. Vooral de eerste ronde, geloof ik. Ja, dus het... nou, de, vooral de tweede, tweede ronde. Tweede, ja. tweede, tweede ronde ja. en derde ronde was, uh, was vooral overleven. Ja. En uh, ja, ik denk dat ik dat ook beter ben gaan doen afgelopen jaar, dat ik veel meer wedstrijden. Met minder tennis, of als ik minder in mijn vel zat. of je werd wat vermoeider. dat ik dan toch die wedstrijden overleef. om jezelf weer. weer een nieuwe kans te geven. om eigenlijk ja, beter te spelen, om het beter te doen. En. ja, daar geef ik mezelf eigenlijk vier nieuwe kansen. om, om de volgende ronde beter te spelen. En dan speel ik tegen Ruud. en dan. Ja, speel ik ineens. twee, drie niveaus beter dan ik de, dag de twee dagen ervoor speel. Hoe kan dat? Ja, vertrouwen denk ik. Vertrouwen en ja, geloven in jezelf hebben, denk ik ook. Want vorm dat is natuurlijk een heel raar begrip, eigenlijk. Wat is dat eigenlijk, vorm? Ja, vorm is een soort van als alles vanzelf gaat en, en dat je niet over dingen hoeft na te denken. Um, als je bijvoorbeeld, ja, ik noem maar wat, als je serveert en je krijgt een eerste bal en het is een halve bal, dat je, ja, dat je die bal gewoon wegslaat, eigenlijk. En dat je denkt van ja. Geef er nog maar een paar, uh, mm -hmm. ik sla ze weg. En ja, als je geen vertrouwen hebt, ga je toch nadenken: van, oh, hoe moet ik die bal spelen? Waar moet ik hem spelen? Hoe hard moet ik hem slaan? Ja, nou, ik denk dat het vooral meer is dat je niet hoeft na te denken en dat het. Dat je soort van op, op de spier. Ja, een soort van op de automatische piloot speelt. Ja. Um, en als je gaat nadenken, dan denk ik dat je niet, uh, niet heel lekker in je vel zit. Want tennis is echt een mentaal spel? Um, ja, heel erg mentaal en fysiek, denk ik. Wat mensen, uh, ik denk vooral heel erg fysiek ook. Okay. Ik ben heel erg van mening dat dat ook heel erg samenhangt, fysiek en mentaal. Als jij het gevoel hebt dat je, dat je zes uur lang kan rennen en dat je elke bal kan halen, dan geef je dat wel een bepaalde rust. van... Ja, weet je, maakt niet uit wat er gebeurt. Uh, ik kan die ballen halen en ik kan ze, kan ze terugslaan. Dus je moet ze echt door me heen slaan, soort van. En. Ja, ik denk dat het tennis over de jaren heen zoveel meer beweeg is geworden. Als je ziet hoe ongelooflijk goed iedereen beweegt deze dagen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Sweren, Pas, die jongens zijn zo lang. Maar als ja. je ze ziet bewegen, denk je van wat zijn ze snel en hoe goed bewegen ze. Um, dus ik denk dat dat ja, veel belangrijker is geworden. Nou ja, met je atletiek achtergrond. Ja, dat was in het begin, <laughs> heb ik net van jou gehoord, uh, niet zo te merken. Maar... Uh, <laughs> Dus, het uh, is, is afgelopen jaren een stuk beter geworden. Het ja, zal zeker aan mij liggen, maar we hadden het even voor deze opname over dat je zag spelen. de NK in 2016, dat je won van Robin Haas in die finale. En eigenlijk toen een beetje toonde aan Nederland wat je allemaal kan. Nou. En dat ik dan tegen jou zei van, dat je je nog niet zo goed vond bewegen. als dat je nu doet. Nee. Maar daar heb je wel stappen in gemaakt, dat gaf je ook toe. Nee, zeker. Afgelopen jaar veel stappen in gemaakt. En uh, ja. veel beter in geworden. Maar ook mentaal stappen gemaakt? Ja, wat ik net aangaf is dat ik nu mezelf meer de kans geef om, om, om wedstrijden daarna beter te spelen. Dat ik toch wedstrijden eruit trek waar het niet zo lekker loopt of waar je minder speelt. Of waar je achter staat en dat je weer van achterstand weer terugkomt. Dat je het geloof houdt dat je, dat je zo'n wedstrijd kan omdraaien. En ik denk dat dat veel beter is geworden bij mij in de afgelopen jaren. Is dat ook omdat je hebt bewezen dat, dat, dat het is gelukt? Ja, tuurlijk. Het is. Ik denk als je als tennisser... Kijk stel, jij staat 100 van de wereld en je wint van iemand die 20 staat. Dan geeft dat je toch een bepaalde boost. En hetzelfde is als je 1000 staat en je wint van iemand die 500 staat. Mm -hmm. Dan krijg je toch een bepaalde boost van, weet je, ik kan dat ook. Ik kan dat ook halen. Uh, ik kan ook van zulke jongens winnen. En ja, dat geeft je dan wel een soort van rust. En dat je een soort van zelfvertrouwen ook al... Ja, weet je, sta je eigenlijk achter. En wat dat betreft uh, ga je nu een andere fase in. Want jij staat nu nou, top 60. Dus er, zijn, er wordt nu naar je gekeken door andere jongens. van, Hé, hey, als ik mijn botek eventueel kan winnen, dan kan ik misschien ook dat gaan halen. Brengt dat een andere dynamiek voor jou? Ja, tuurlijk. De rollen zijn misschien nu een beetje omgedraaid. Uh, want ja, als je bijvoorbeeld eerste rondes van ATP's of, of Grand Slam speelt, kan je ook tegen jongens komen die, die 90 of 100 staan. Um, en ja, dan zijn de rollen misschien een beetje omgedraaid en dat jij misschien licht favoriet bent. Terwijl het eigenlijk het afgelopen jaar vaak uh, omgedraaid was. En hoe denk je daarmee om te gaan? Je geeft dat extra druk of vind je dat wel mooi eigenlijk, die rol? Tuurlijk geeft, geeft een klein beetje extra druk. Um, maar daarom denk ik dat het belangrijk is dat je, dat je vooral naar je spel blijft kijken. En als je spel verbetert, dat dan die resultaten. Um, vanzelf al komen en ik denk ja als je een keer van iemand verliest die 90 of 100 staat dat je niet te druk moet maken want ja, het niveau is zo dicht bij elkaar gekomen eigenlijk de afgelopen jaren en ja, je moet gewoon elke wedstrijd moet je, moet je de 100% staan en het is niet dat je even zegt van als je, als je top 60 staat en je speelt tegen iemand die 150 is van ja, ik doe dit wel even op, uh, op, op 80% 85% vandaag ja, dat gaat niet dat, Nee, dat zit er gewoon niet in deze nee. dagen. Maar de mensen gaan wel een oordeel over je verder nu. Van, hé, hey, hij verliest van de nummer 90 of zo. Hoe is dat om beoordeeld te worden door, ja, Ja, ik probeer me daar heel erg afzijdig van te houden eigenlijk. En niet, uh, niet heel, ja, niet heel druk mee bezig te zijn ook. Want er zullen altijd mensen zijn die een oordeel over je hebben. En ja, in Nederland is dat ook best wel vaak een negatief oordeel. Um, en uh, ja, ik probeer daar niet heel veel naar te kijken. Lees je veel? Hoor je veel? Of sluit je daar vanaf? Of heb je nou, tijd het, ervoor open? Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik lees eigenlijk niet echt de stukken. Ik kijk er niet zelf naar. Ik krijg het wel eens doorgestuurd van, ja, van bekenden eigenlijk. En dan kijk ik er heel kort naar. Maar het is niet dat ik uit mezelf denk van... nou, laat ik eens even kijken wat, uh, wat er geschreven wordt. Nee. Nou, we hebben natuurlijk, US Open uh, was natuurlijk geweldig. Maar eigenlijk heb je een heel goed jaar overal gehad. Je bent ook niet voor niks gekozen als tennis van het jaar 2021. Het afgelopen seizoen, hoe zou je het zelf omschrijven? Als je naar nou totaal gaat kijken. Um, ja, ik denk dat ik heel erg goed het jaar begon. Uh, ik begon in Doha. Uh, speelde ik kwalificatie voor Australian Open. Toen kwalificeerde ik me voor de Australian Open. En toen speelde ik daar een ATP-toernooi van tevoren... En toen haalde ik kwartfinale en toen won ik van Opelka en twee matchpoints tegen Kachanov. En dan ja, geef je wel eigenlijk aan jezelf aan van, weet je, je kan van zulke jongens op dit moment kan je daarvan winnen. En zit je er dichtbij. En toen na de Oost-Twee eigenlijk een iets moeilijkere periode gehad, totdat, uh, totdat Roland Gros kwam. Hoe kan dat? Wat heeft dat een met het ander te maken? Of is dat gewoon, dat nou, gebeurt gewoon in een seizoen? Nou, nou, het was meer, ja, ik deelde een trainer met Tellen. En dat liep niet zo, uh, zoals ik wilde. En ja, was ik ook wat gefrustreerd over. Uh, ja, toen had ik het wat moeilijker tijdens die periode. En ja, dat draaide net op tijd om voordat ik, uh, voordat ik aan Roland Garros begon. Um, daar, zat, daar ging Peter mee en dat gaf mij gewoon een veel beter gevoel. Peter Lucassen voor ja. de luisteraars. Um, en het gaf mij veel beter gevoel en daar kwalificeerde ik me ook weer en, en won ik van uh, Hoekars eerste ronde um, en tweede ronde verloren van Davido Fokina ook in vijf sets ook. Um, dus ja daar eigenlijk al laten zien dat ik van ja dat ik van jongens kan winnen en dat ik dat ik daar ook in de buurt zit qua niveau. En toen toen naar Wimbledon gegaan toen werd ik gelukkig lucky loser. Uh, toen won ik de eerste ronde van Barrera En toen speelde ik hem, ja, een goede pot eigenlijk tegen, tegen Berrettini. Hij had wel iets meer ingezeten dan 3-0 in, uh, in sets. Maar uh, ja, ik denk dat dat voor hem zijn favoriete ondergrond is. En, is hij haalde uh, ook de finale. Berrettini. Hij haalde ook de finale. En uh, ja, toen eigenlijk een langere periode van challenges. Met veel wedstrijden en veel half-finales. En, en één finale ertussen. En toen ontbak het eigenlijk elke keer in het finale weekend aan de soort van afwerking waar de punten te halen vielen, want dat is in de challenges mm -hmm. is dat vanaf Echt half, in de eindfases. vanaf de halve finales ja, gaan de punten gewoon dubbel tellen en weet je daar moet je de punten halen um, ja en toen kwam US Open um, ja toen US Open geweldig en daarna heb ik denk ik het jaar heel goed afgesloten ja, zo'n Open zet eigenlijk alles misschien wel op zijn kop. Of ze gooien het in een stroomversnelling. En nu ben je ook lid van de Final Eight Club. Had je daar wel eens van gehoord? Ja, klopt. Ik, uh, nee, ik, ik had er nooit van gehoord dat ik zo'n. Uh, ik kreeg zo'n kleine, kleine medaille, volgens mij, zo'n kleine badge, hoe je het mm -hmm. wil noemen. Uh, nee, ik had, wist, daar nooit, uh, wist daar nooit eerder. Uh... Maar het is wel bijzonder. Dat, het is tuurlijk, bijzonder. Dat daar... ik, ik, misschien weet jij wat je ermee kan doen. Ik, uh, <laughs> ja, <laughs> het ik, is... ik had gelezen, het ja? je, volgens mij. Ja, dat je je leven lang naar U.S. open kon als je dat, als je dat uh, zou ja. willen. en uh, extra kaartjes kan je vragen voor, uh, voor mensen die hier komen kijken en zo. Je ja. bent altijd welkom. En, ja, elk Grand Slam heeft dat, een Final Eight Club. Ja. Uh, Dan moet je kwartfinale halen van een Grand Slam. Of halve finale volgens mij, een dubbel. Uh, en elk Slam heeft zo zijn eigen extra... Regels. Ja. Dus, maar in ieder geval in New York zit je goed. Je kan je, rest nou, van je leven daar. Uh... Nou, <laughs> nog drie te gaan en dan. Uh... <laughs> nou ja, een mooie streven natuurlijk. Kijk je veel wedstrijden van jezelf terug? Vraag me af. Zo'n New York, heb je dat teruggekeken? Ja, eigenlijk al. Ja, ik kijk bijna altijd mijn wedstrijden wel terug. Ook al de, ja, degene die ik verliezen, en degene die ik win. Ik, ja, ik kijk eigenlijk elke wedstrijd terug. Kijk je graag naar jezelf? Als ik gewonnen heb, ja, is dat makkelijker <laughs> kijken. Maar uh, ja, nee, juist de wedstrijden die je verliest zijn goed om, uh, goed om te bekijken. Uh, het is wel vaak apart. Uh, het voelt wel heel anders dan, dan dat je het zo ziet van de buitenkant. Want dan denk je af en toe van ik speelde verschrikkelijk vandaag. En dan mm. kijk je terug en dan denk je van nou, ah, eigenlijk valt het best wel mee. Um, dat heb je meer dan andersom? Uh, ja, ik speelde geweldig en keken. je. Oh. Nee nee, als ik, nee, nee, nooit eigenlijk andersom. Nee. nee, het is meer dat je denkt van, oh, ik voel me niet zo goed en dat je dan terugkijkt, dat je denkt van, ah, weet je, het viel eigenlijk al mee. Dus ik weet niet waar ik over liep te zeuren eigenlijk. Ja, ja. Uh, nee, maar ja, dan kan je altijd het juiste dingen uithalen en, en dat is ook makkelijker voor trainers als ze bijvoorbeeld iets willen laten zien of ja, dat is tegenwoordig allemaal mogelijk om alles. Uh, en ben jij een persoon die dan in discussie gaat met je trainer van, nee, kijk dit of dat of Neem je het aan? Wat voor persoon ben jij? Nou, als hij het goed onderbouwt, dan neem ik het aan. Maar uh, het is wel... Ik vind dat discussie wel vaak tot iets goeds kan leiden. Als ik ook ja, aangeef hoe ik me voel en hoe ik daar... Hoe ik daar, ja, hoe ik daar ook in sta. En het uh, ja, is niet altijd terecht wat ik doe. Maar mm. uh, als ik het terecht doe, dan, dan brengt het vaak wel iets goed. Ja, want kennelijk hoe jij het zelf beleeft op de baan. En als je terugkijkt zoals wij analytisch, zeg maar. Het ja. anders, kan anders zijn. Laat ik ja, kan zeker anders zijn. Ja. ja. En dat is af en toe waar ik mezelf. Uh, ja, dat ik tijdens wedstrijden dan iets meer moet denken. Van nou, weet je, het valt allemaal wel mee. En, uh, niet te streng voor jezelf. Niet te streng voor Ook weer niet te makkelijk voor jezelf zijn. natuurlijk nee, was topsport. Klopt. klopt. Ja, ik ben heel erg perfectionistisch. En ja, dat is aan de ene kant iets goeds. Maar aan de andere kant kan het je af en toe ook in, uh, in de weg staan. En uh, ja, die momenten komen ook vaak genoeg voor. En het is een wedstrijddag. Later op de dag moet je een wedstrijd spelen. Sta je dan 's ochtends anders op? Met een ander gevoel dan dat het dan door de week gewoon normale maandag is. Um, Kriebelt het? Ben je nerveus? Ja, of je bent niet? eigenlijk of? de hele dag ben je met zo'n wedstrijd bezig. En uh, het is eigenlijk als je traint, dan is het een soort. Nou, ik wil niet zeggen dat het een ontspannen dag is, maar ja, dus als je heel veel wedstrijden speelt en je hebt een keer een trainingsdag, dus daardoor denk je van, ah, weet je, een uh, soort van een ja. rustdag bijna. <laughs> um, een mentale rustdag misschien. Ja, een mentale rustdag misschien. En, want het is als je s'avonds speelt, dan sta je op en je bent de hele dag ben je met je wedstrijd bezig. Um, is dat een lekker gevoel? Ja, op zich wel. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook wel een lange... Bijvoorbeeld op Grand Slams kan het echt een lange zit worden. Als je laat speelt. Mm -hmm. Dan is het weer ineens ja, 2-0 set. Oh, wordt het ineens 2-1? Wordt het 2-2? En dan... Mm -hmm. Ja, weet je, dan loopt het al best wel snel, uh, snel uit. Maar ja, het kan natuurlijk ook ineens heel snel klaar zijn binnen drie sets. Uh, maar ja, het heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om ook s'avonds te spelen. Uh, maar ja, dan leef je er alleen iets langer naartoe. En bijvoorbeeld, ja, als je eerst of tweede ronde speelt, dan, dan ben je gewoon een stuk eerder klaar dan wanneer je, uh -huh. wanneer je later speelt. En dan is de spanning ook anders en ja, dan ben je de hele dag met die wedstrijd bezig. Maar die spanning, die bouwt zich op naar die wedstrijd toe. Kan je dat, denk je, ergens anders in vinden dan alleen maar wat jij daar op dat moment ervaart? Ik zou dat bijvoorbeeld misschien nergens kunnen vinden, dat gevoel. De spanning voor, je bedoelt voor een wedstrijd? Ja. Bedoel je voor... Ja, ja, precies. Ja, het is natuurlijk ook iets, iets verslavends op een gegeven moment. Als je, ja, als je spannende wedstrijden wint, er is denk ik geen, uh, geen lekkerder gevoel en mooier gevoel dan dat. Um, als jij vijfde set uh, 7-5 wint, ja, weet je, dan is het zo uh, is het, het beste gevoel wat je kan hebben, denk ik. Maar ik denk als je 7-5 verliest, dat je wel even... <laughs> het slechte gevoel wat je <laughs> kan je het bedenken. het slechtste gevoel hebt wat je kan bedenken. Um, is dat een kick? Is dat ook waarvoor je het doet, zeg maar? Ja, je doet het eigenlijk voor die momenten. Het is, het is heel anders dan wanneer je uh, 6 1 6 1 wint. En dat je denkt van, nou weet je, uh, easy day, tough mm -hmm. is. Ja, weet je, dat is. Dus 7-5-5 winnen is fijner dan 6-1-1-1. Ligt eraan hoe je voelt, hoe je uh, erna voelt en welke wedstrijd het is. Als jij de finale 7-5-5 wint. Ja, is dat wel lekkerder dan wanneer ze 1-1-1-1 zijn, denk ik. En dan is het 5-5-5 de set. Ben je dan een coole kikker? Of gaat het onder het petje, gaat het ook alle kanten op? Want je ogen zijn altijd heel rustig. Um, is dat schijn of is dat echt? Nou, je probeert je wel zo rustig mogelijk te houden en de juiste beslissingen maken op, op die momenten. En uh, ja, ik denk dat iedereen daar spanning heeft. Het zou anders ook niet, uh, niet gezond zijn, denk ik, als je, uh, als je dat niet zou hebben. Dat denk ik dat je dat nergens anders in een maatschappelijke carrière kan vinden. Wat je daar op die momenten kan vinden. Heb je een bepaald beeld van jezelf? Ik wil een hele lange carrière tegemoet. Heb je dat al over nagedacht? Of ja, zeg je ik, van, nou weet je, ik, over ik acht zou, jaar. Ik zou gewoon graag willen, willen doorspelen als ik me fysiek gewoon goed zou voelen. En als ik. Als ik oprecht het gevoel heb dat ik denk van weet je, ik kan gewoon nog echt goed spelen. En ik wil ik kan ook gewoon nog concurreren met jongens. Die op dat moment rond dezelfde ranking staan. Um, en een ranking waar jij mee tevreden bent. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, natuurlijk, als je ouder wordt, wordt het misschien. Is het allemaal net een stukje trager? Of wordt het allemaal net een stukje lastiger? Um, maar ja, ik zou graag doorspelen tot wanneer het zou kunnen. Maar tot 40, tot Veder, Serena. Nou, Selina. ik moet zeggen, 40 vind ik wel heel erg. Uh, heel erg opportunistisch, maar. Uh, <laughs> Nee, ik zou het zeker tot mijn 35ste willen spelen als dat als dat fysiek mogelijk is. Maar eigenlijk begint het misschien nu pas voor je. Voor mij begint het misschien nu pas. Dus je ja, weet je, dan zou 26? Heb je, ja, heb je negen mooie jaren voor je. Voel je dat en echt misschien zo? Wel, misschien wel 10 mooie jaren. Je voelt het ook echt zo van, nou ik heb het voorwerk allemaal gedaan, ik ben er doorheen geknokt. De challengers. Nou, uitschieter, use open. Nu kan ik mijn goede schema maken. Nu kan ik bij die topjongens mee. Nu gaat het echt beginnen. Ja, dit is wel waarvoor je het altijd gedaan hebt, natuurlijk. En hier wil je eigenlijk ja, je hele carrière staan. En misschien wel hoger ook. Um, dus ja, op die manier voelt het dan wel als een soort begin. En heb je doelen gesteld voor 2022? Ja, wel een aantal doelen gesteld. Um, ja, mijn korte, ja, Mijn eerste doel is eigenlijk op dit moment: top 50, uh, top 50 halen. Um, maar ja, ik ben ook realistisch. En ik denk ook van. Weet je, het is weer een nieuwe tour. Je gaat veel minder wedstrijden spelen dan op de Challenger Tour. Um, ja, dus ik denk als je volgend jaar met deze ranking weer eindigt... denk ik dat je ook een heel erg goed jaar hebt gehad. Uh, dus ja het, hangt, ja, het hangt er een beetje vanaf. En dat, dat, dat soort dingen stel je denk ik bij gedurende het jaar. Um, maar ja, voor mij is het belangrijkste ook dat ik nog steeds... groei in mijn, spel, in mijn spel zie en dat dat beter wordt. En dan geloof ik erin dat de resultaten... Uh, ja, dan een soort van vanzelf komen. Want als wij vorig jaar hier hadden gezeten en gezegd. Ik had tegen je gezegd, luister, je hoort bij de Final Eight Club van de Slam. Je staat in de top 60. Dat had je dan tegen me gezegd? Ja, ik zeg waar kan ik tekenen. Ja. ja. Dus als ik nu zeg top 30 volgend jaar, dan zeg je. Zeg ik waar kan ik tekenen? <laughs> maar niet onrealistisch. Nee, ik denk dat ik heb laten zien dat ik dat ik van, van jongens kan winnen die, die top 30 staan. En dat heb ik een aantal keer laten zien. Um, maar ja, het is zaak dat je heel constant door het jaar heen wordt. En ja, dat is nu waar ik, uh, waar ik naartoe aan het werken ben. Dankjewel voor je tijd en je drukke schema. En ik wens je heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. En ja, dat we nog gedaan. heel veel van je mogen gaan genieten. Ik ga mijn best doen. Goed